hebben we lang op deze auto moeten wachten. Al in 2001 zagen we een conceptcar voor de reïncarnatie van het legendarische oer-Volkswagenbusje. En iedereen stond te springen. Maar ja, vervolgens kwamen er alleen maar meer conceptcars. In 2011, 2016, 2017. Ga die auto nou eens bouwen, schreeuwde iedereen. 5 jaar later is het dan eindelijk zover. Welkom in de nieuwe, volledig elektrische ID.Buzz. Waarom keken zoveel mensen nou uit naar deze auto? Ja, omdat zoveel mensen er een warm gevoel bij hebben. Het was de bus van het Wirtschaftswunder, de wederopstanding van West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Maar voor een ander is die bus ja synoniem voor Woodstock, flower power, het idee van vrijheid. En voor weer een andere groep mensen is het de legendarische surfbus. Ja, een 1-op-1 kopie maken van deze auto uit de jaren 50, dat was niet te doen. Kijk bijvoorbeeld naar die dunne speldjes en zo. Ja, inmiddels zijn we mijlen verder als het gaat om veiligheid, comfort en stroomlijn. Maar de techneuten hebben wel hun best gedaan. Maar kijk bijvoorbeeld naar die V in die neus. Ja, dat zie je hier ook terug. Zeker als je zo'n auto in 2 kleuren bestelt. Verder ook heel erg overeenkomstig die korte overhangen voor en achter. Ook dat typische hoekruitje. En als je naar achteren loopt, deze heeft hier roosters zitten, maar in latere busjes zaten die roosters hier. Ja, dat zie je hier ook weer terug. En deze auto heeft de aandrijving op de achterwielen en de motor achterin. En dat heeft deze ook, maar dan natuurlijk volledig elektrisch. Het is alsof ik in een retro tijdscapsule zit. Ik zoef over de weg, te midden van gezellige kleurtjes. En overal ontdek ik grappige details, zoals van die flower power smileys of van die silhouetten van een busje. Maar tegelijk stikt het in deze auto van de high-tech. USB-C aansluitingen, voorin, in de zijdeuren, in de achterzijdeuren. Tiptoetsbediening op je stuurwiel, touchscreens. En hij heeft verregaande autonome rijfuncties. Zo houdt hij je binnen de lijnen van de weg. Hij kan zelf inhalen op de snelweg. Je kunt hem ingewikkelde parkeeracties aanleren. En als je nu op een weg rijdt zonder middenstreep, dan kan hij met zwermdata van andere auto's uit het Volkswagen-concern herkennen dat ook hij op die weg rechts moet houden. In hoeverre is deze auto nou anders dan die andere ID-modellen? Nou, dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Ze staan allemaal op dezelfde bodem, maar die bodem die is schaalbaar. En van deze komt er ook een verlengde versie. Ook versies met 6 of 7 stoelen. En er komt zelfs een camperuitvoering en uitvoeringen met 4x4 aandrijving. Ja, en die schaalbaarheid, dat geldt ook voor het accupakket. Deze heeft nu een actieradius tot 423 kilometer. Maar hij komt er ook met kleinere en met grotere accupakketten. En hij komt er als bedrijfsbus, de Cargo, met 2 of 3 stoelen voorin en dezelfde aandrijving als de personenversie. Dat betekent voor nu 204 pk, maar andere versies zullen volgen. In de Cargo kun je 2 europallets kwijt, met ruimte voor 3,9 kub en 650 kilo laadgewicht, plus nog 1000 kilo voor een aanhanger. Bovendien komt hij met een actieradius van 425 kilometer nog net iets verder dan de personenuitvoering. Snel laden kunnen de auto's met 170 kilowatt en ze kunnen ook stroom terugleveren. Je zit erin als in een SUV, maar het is wel een beetje anders, want de voorruit staat heel erg ver weg en je hebt hier extra glas. Maar je zit lekker hoog, je hebt heel veel overzicht. Ja, en daarbij is de draaicirkel echt idioot klein. Dus voor zo'n grote auto, je parkeert hem op een postzegel. Maar ja, verder qua rijden verschilt het niet zo heel erg van de andere ID-modellen. Totdat je in je binnenspiegel kijkt. Want dan zie je een enorme bak aan ruimte. Klaar voor je kinderen, verhuizingen en ontelbaar veel hobby's. De meeste mensen zullen normaal niet voor een busje gaan. Tuurlijk, het is hartstikke praktisch, maar heeft het ook de uitstraling die je wilt? En ook de luxe en het comfort? Vaak niet. Volkswagen heeft het te spannend gevonden om de ID.Buzz als eerste te lanceren. En kwam eerst met een ID.3, ID.4, ID.5 om de wereld aan elektrische Volkswagens te laten wennen. Zou het deze auto lukken om kopers van SUV's weg te trekken? Want ja, met de looks, het comfort en de luxe zit het wel goed. Maar dan is die enorme bak ruimte erbij. Ja, ik kijk nu al uit naar die camperversie en ik denk heel veel mensen met mij.